Deze dag, u bent terug naar huis vanuit Saoedi-Arabië. Waarvoor was deze reis belangrijk? Nou, het is een reis geweest in het kader van de eerste historische bijeenkomst tussen de CARICOM met Saoedi-Arabië. Met twee regeringen. Eén aan de zijde van Saoedi-Arabië en de regeringen van de CARICOM-lidstaten. Tweede is namelijk tussen twee gemeenschappen ook. En in feite is die samenwerking tussen die twee gemeenschappen al veel eerder begonnen dan wat we nu aan het doen zijn als twee regeringen. Omdat ook wij als land meemaken dat elk jaar er grote groepen moslims naar Saoedi-Arabië gaan voor de Hajj. En zij brengen ons heel wat informatie over Saoedi-Arabië. Zij brengen ons veel geloof terug, tolerantie terug, maar ook namelijk wat van het land mee. Het is eindelijk tijd dat we dan als land, maar ook als CARICOM, intensieve samenwerking aangaan met Saoedi-Arabië. Het is goed voorbereid, het is de eerste keer. En ik denk dat wat we daar gezien hebben, niet alleen als land en als landen, lidstaten van CARICOM, maar ook als CARICOM als organisatie. Dat het niet alleen om oil en gas gaat. Zodra je hoort Saoedi-Arabië, denkt dat ieder het is oil en gas. Nee, het is veel meer dan dat. En dat hebben we kunnen meemaken. En ook uit de samenwerkingsafspraken blijkt namelijk dat het om veel meer gaat dan wat Saoedi-Arabië bekend om is. Oil en gas. Het is goed dat die meeting zelf in Saoedi-Arabië is geweest, zodat we zelf ons konden overtuigen van wat de ontwikkelingen daar zijn, van wat ook de samenwerkingsmogelijkheden zijn. En ik denk dat het zinvol is geweest. Ik denk dat het een basis legt voor een hele nieuwe wereld van samenwerking, kan je zeggen, naast de bestaande wat we hebben. Met heel wat landen en heel wat regio's. Maar dat dit gezien moet worden als een samenwerking met een nieuwe regio. Waar zowel CARICOM en lidstaten van CARICOM voordelen aan zullen hebben. Maar ook Saoedi-Arabië. Kijk, enerzijds ben je als lid van CARICOM daar. Dus als land. Tweede, je bent als organisatie daar. Dus de CARICOM-organisatie. Dus de samenwerking zal altijd op tweeledig niveau zijn. Eén, als CARICOM, daar hebben we afspraak gemaakt. Namelijk dat één, die samenwerking gestructureerd wordt. Je gaat een joint working committee hebben. Aan de zijde van CARICOM, aan de zijde van Saoedi-Arabië. En deze joint working committee zal de samenwerking verder uitwerken. Vervolgmeetings ook goed plannen, maar zorg dragen namelijk dat verder inhoud gegeven wordt aan die samenwerkingsafspraken. Tweede is namelijk dat er samenwerkingsgebieden al geïdentificeerd zijn. En het heeft enerzijds te maken met de climate change. We moeten rekening houden dat de hele wereld onderhevig is aan climate change en Saoedi-Arabië wil ook mogelijkheden bekijken om ons te ondersteunen als landen. Je weet, de Caribische landen zijn landen met een lage kustlijn. En wij worden als eerste bedreigd in de wereld door de klimaatsverandering, door ook de opwarming van de aarde, door de stijging van de zeespiegel. Wij zijn bijna daarvoor niet verantwoordelijk, maar worden wel een slachtoffer. En hier zijn ook concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. Tweede is, er is ook een pakket aan samenwerkingsgebieden geïdentificeerd in het kader van de groene ontwikkeling, want dat is de nieuwe richting die we als wereld moeten opgaan om ons planeet te beschermen. En daar is een 2,5 miljard Amerikaanse dollar ter beschikking gesteld door de regering van Saoedi-Arabië. Voor de Caribische regio en daarvan mag Suriname ook mee profiteren.
Vervolgens zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van toerisme, op het gebied van investeringen. Er is een hele aparte meeting geweest met de private sector van Saudi-Arabië, met CARICOM regeringsleiders. Vervolgens zijn er ook afspraken gemaakt geworden op het gebied van handelsbetrekkingen. Het zijn twee verschillende regio's. Verbindingen, connectivity, wat men noemt. En ik denk dat het bijzonder belangrijk is om toch nog die kansen die in feite direct geïmplementeerd kunnen worden, ook te noemen. Enerzijds Saudi-Arabië met enorm veel woestijngebieden. Natuurlijk hebben ze hun eigen uitdagingen als gevolg van het karakter op het gebied van voedselzekerheid, op het gebied van watervoorziening. En kijk aan de andere kant, de Caribische regio, zeker moet je Suriname noemen, Guyana noemen, Belize, allemaal zo'n beetje op het continent van Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, met hele boel vruchtbare bodem, kan je zeggen. Nou, hier is die kans. Investeer in die landbouwsector, in die agribusiness, in productieprocessing. Dan draag je bij enerzijds tot voedselzekerheid. Je draagt bij aan de economische ontwikkeling in die landen. Maar ook zorg ervoor dat in feite de wereld een beetje geholpen wordt met voedselzekerheid. Nou, die dingen hebben we ook aangeboden. We hebben ook aangeboden dat we grond ter beschikking hebben, landbouwgronden. Dat ze daarvan gebruik kunnen maken. Mogelijkheden van water. Export concreet. Maar daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de handelssamenwerking, het creëren van exportmarkten, nieuwe markten voor Caribische landen, voor Saudi-Arabië, het aantrekken van investeerders uit Saudi-Arabië, infrastructuur, woninbouw. Maar ook duurzame bosbeleid zijn ze bereid ook de nodige ondersteuning te geven. Scholarship, beurzen aan CARICOM Nationals om daar te gaan studeren. En heel belangrijk is ook namelijk dat je als twee gemeenschappen ook raakvlakken hebt op het gebied van cultuur. Dus ook samenwerken op een stukje van cultuur, behoud van cultuur, het preserveren van cultuur, maar ook historische gebieden en panden. Saudi-Arabië heeft heel wat historische panden, wij hebben ook heel wat historische panden op dat gebied ook te gaan samenwerken. En uiteindelijk met als doel dat we als twee regio's, landen, nauwer bij elkaar betrokken worden op basis van een stukje gemeenschappelijk belang. Maar ook op basis van een stukje wereldbelang, waar wij vinden dat we gezamenlijk een toegevoegde waarde aan kunnen geven. En tegelijkertijd, ja, de gemeenschappen die er zijn in de Caribische regio, zeker Suriname, onze moslimbroeders en zusters, daar hebben zeker Suriname, Guyana en Trinidad erop aangedrongen dat in ieder geval het makkelijker moet zijn dat onze moslimbroeders en zusters kunnen participeren tijdens die hajj, in die hajj, met meer geriefelijkheid, met meer mogelijkheden. En die dingen worden ook allemaal dan verder uitgewerkt. Dat is allemaal regionaal, maar natuurlijk ben ik daar als president om ook het land Suriname goed te vertegenwoordigen. Dus bilateraal hebben we ook met de regering afspraken gemaakt. We hebben ook gesproken met het Saoedisch Ontwikkelingsfonds. En we hebben gekeken naar ons IMF-programma. De mogelijkheden en de beperkingen. We hebben gekeken naar ons land, de kansen die we hebben. Maar daar waar er belemmeringen zijn om ontwikkeling goed op gang te brengen. En dat is namelijk het hebben van cashgeld. Goedkoop kapitaal om belangrijke ontwikkelingen eigenlijk op gang te brengen. Ook vanwege die hoge schuld die we hebben als land, om je schuld af te lossen. Ook vanwege het IMF-programma, dat je geen dure leningen mag nemen. Maar in ieder geval zijn we overeengekomen dat we goedkoop kapitaal kunnen lenen.
tot ruim 50 miljoen Amerikaanse dollar. Concessional loans, die lage rente. En we zijn overeengekomen dat deze gelden aangewend moeten worden voor enerzijds woningbouw. Voor de samenleving waar we al begonnen zijn in Suriname. Dus dit komt prachtig nu. Daar waar we zaten met financiën. We hebben grond. We hebben personen die grond gehad hebben. We brengen die infrastructuur nu in die verschillende gebieden. We hebben nu mogelijkheid van 7% financiering. Maar echt op grote schaal gaan bouwen voor de groepen die het niet direct kan betalen. Daar hadden we kapitaal nodig. Kunnen we dit kapitaal gebruiken voor de woningbouw. Maar we hebben ook in ons land een groot probleem met onze infrastructuur, onze wegen. Elke dag horen we die klachten. Om wegen te kunnen asfalteren en te kunnen onderhouden, kost enorm veel geld. Dus daar hebben we ook afspraak gemaakt dat we ook financiële ondersteuning gaan krijgen in de vorm van zachte lening. Om ook onze wegen te kunnen asfalteren. En voor de rest hebben we aangegeven, we willen goedkope voedselprijzen hebben. Het is een grote klacht in onze samenleving. En we zien die importinflatie. Alle landen zijn ermee geconfronteerd. Dus daar hebben we in ieder geval een 3 miljoen US dollar om alvast ons voedselprogramma zodanig te gaan financieren dat de gemeenschap voordelen aan heeft. En hiervan gaan we een revolving fund maken. Dat we hiermee de ondernemers de gelegenheid gaan geven importeurs om goederen te importeren, tegen lage prijzen te verkopen, dat geld weer omzetten in US dollar en weer bestellingen plegen. Goederen komen weer naar de samenleving. Dus met dit bedrag kan je nog voor langere tijd de samenleving goedkope voedsel voorzien. Uiteraard niet alle producten, zeker een selectie van de basisproducten. En daarmee starten we al de komende weken om dit te implementeren. Daarvoor zijn de voorbereidingen. Is getroffen en nu hebben we ook de financiering bijgekregen. Allemaal bilateraal niveau. En we hebben afgesproken dat ook op diplomatiek niveau de samenwerking beter moet. De niet-residerende ambassadeur van Saudi-Arabië, die gaat over 2 weken zijn geloofsbrieven aanbieden aan ons land. Vervolgens willen we ook ambassades gevestigd hebben in beide landen, zodat ook het diplomatiek verkeer beter kan verlopen, dat samenwerken ook intensiever is. En we hebben ook afgesproken dat wij ook de kroonprins gaan uitnodigen om naar Suriname te komen. Kunnen we samen de samenwerkingsrelatie verder gaan verdiepen. Ze zijn geïnteresseerd in heel wat samenwerkingsgebieden. In Suriname, toerisme, ons hele bosbeheer en het duurzaam bosbeleid, onze carbon credit, agrarische sector, infrastructuur, maar ook connectivity, waarbij ze ook denken aan het opzetten van een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Daarmee zijn ze al begonnen, aan de private en public-private samenwerking. Gaan ze een nieuwe airline opzetten om ook de nieuwe regio's te kunnen bekijken. Nou, wij bieden ook aan ons land om als hub te gebruiken. Al deze zaken liggen in het verschiet voor de komende periode, maar dit is concreet wat we bereikt hebben. En voor ons land betekent ook namelijk een uitbreiding van ook de samenwerkingsrelaties die we hebben met zoveel andere landen, nu met Saudi-Arabië. Welke al eerder begonnen is, op basis van people to people, op basis van een stukje geloof, maar nu verder uitgebreid naar heel wat zakelijke gebieden, beleidsgebieden. We hebben daar gezien wat Saudi-Arabië is. Inderdaad, het is niet alleen olie en gas, het zijn heel financieel stad, wat daar aanwezig is met dezelfde mogelijkheden van samenwerking als bijvoorbeeld een financieringswereld op Dubai, een financieringswereld daar te Wall Street. Ook zij groeien internationaal, ook zij groeien met moderne technologie, ook zij groeien naar green economy. En ik denk dat we daar voldoende ruimte hebben om verder zaken mee te bespreken. En ook de voordelen voor ons land uit die samenwerking te halen.